Voor een volledig gerenoveerd pand in de Anna Palomastraat in Den Haag maakte Ron de Boer de complete constructie voor nieuwe balkons die aan de achterzijde van het gebouw tegen de gevel worden geplaatst. We zijn hier aan de achterzijde van Anna Palomastraat. Het zijn twee panden, zijn het. Die zijn samengevoegd. Het worden allemaal mooie appartementen, chique appartementen. En die mensen krijgen als meerwaarde krijgen ze een balkon achter. En die zijn we nu aan het samenstellen. Die is uiteraard bij ons in de fabriek gemaakt. En dit is eigenlijk de eindfase. De balkons zijn het sluitstuk van een complete renovatie. En zijn getekend door de architect die deze renovatie begeleidt. Maar zo'n tekening is voor Ron de Boer meestal het startpunt van ook wat eigen tekenwerk. En rekenwerk en zelfs meetwerk. Want de realiteit wijkt vaak af van de tekening op papier. De architect die had het een en ander uitgetekend en bedacht. De architect en de praktijk die lopen nog wel eens uit elkaar uiteen. Dus we zijn hier gaan meten om daar een balkon, om die balkons te kunnen maken. En dan kwamen we wel verrassende dingen tegen wat er op tekening stond en hoe de werkelijkheid was. Dan gaan we meten, dan gaan we een constructie tekenen. Dan gaan we kijken hoe de een en ander loopt. Er zit een verspringing in die muur. Aan de ene kant is 130 mm, de andere kant 110. Dus wij moeten de puzzel maken, zodat het geheel straks allemaal past natuurlijk. Op basis van de tekening van de architect worden alle maten op locatie nagelopen en wordt een eigen tekening gemaakt van de constructie die er moet komen. Die constructie bestaat uit losse delen die in de eigen werkplaats worden gemaakt. Die eigen tekening die wordt dan in de fabriek gemaakt. Je gaat kijken naar staal, je probeert al zo economisch mogelijk te werken qua materiaal. Nou, in dit geval kwam het bij ons het gunstigst uit als we 12 meter lengte zouden nemen. 12 meter is een behoorlijke lengte, dus dat kwam binnen en dat moest ook direct weggezaagd worden. Want anders konden we de werkplaats zelf niet meer in, konden we 's avonds niet meer afsluiten. Dus dat ging in een rap tempo, alles gezaagd. Ja goed, dan hebben ze de tekeningen, daar staat op welke kopplaten, voetplaten, waar de gaten moeten komen, waar de platen ingelast moeten worden. En dan wordt het geheel gemonteerd of gelast en bewerkt op de zaak. Daarna gaat het naar de verzinkerij, voor die grijze laag die je ziet. Het wordt ondergedompeld in een bad met vloeibare zink. En dat is een hele duurzame conservering. Als alle onderdelen in de werkplaats zijn gemaakt en in de verzinkerij zijn geweest, dan worden de elementen van de constructie naar de locatie gebracht en daar in elkaar gezet. Daarbij hoeft er, als het goed is, niks meer op maat te worden gemaakt. Als alle onderdelen in de werkplaats correct zijn uitgemeten en op lengte zijn gemaakt, dan passen ze precies aan elkaar en aan de gevel. Er wordt hier niet meer geboord, er wordt hier niet meer gelast, er wordt hier niet meer geslepen. Het is eigenlijk een soort bouwpakket. Het is hier de bouten erin draaien en de liggers aan de gevel monteren. De items zijn genummerd, gemerkt. We hebben tekeningen uiteraard, dus de mannen die kijken even naar die tekening, welk onderdeel waar zit. Ja, het is eigenlijk een soort meccano-doos dan nog. En dat in elkaar zetten begint met het plaatsen van de staanders, waarop de rest van de constructie straks gaat rusten. Nu zijn de palen gestort en daarop doen we de staanders. Die staanders, dat is het fundament, zeg maar. En als die staanders staan en die zijn waterpas gesteld, dan kan je natuurlijk tussen gaan bouwen. Maar je kan natuurlijk niet eerst de liggers gaan plaatsen dan de staanders, want dan moet je even tijdelijk met hemelhaakjes ophangen. Om de staanders stevig te kunnen neerzetten is eerder een fundering gestort. Als eerste stap worden de staanders nu daarop gezet. En omdat het gaat om loodzware stalen binten, is een speciale kraan met een kraanmachinist op een vrachtwagen ingeschakeld om alle onderdelen naar hun juiste plek te hijsen. Dat was nog even spannend met die vrachtwagen, want we moesten hier een poort indraaien. En er stonden auto's geparkeerd. Die stonden allemaal goed geparkeerd, alleen net even onhandig voor die draai van die vrachtwagen. Dus we zijn een uur bezig geweest ongeveer om de bewoners te vinden van de bijbehorende voertuigen. Dus. Als de kraan uiteindelijk op zijn plek staat, kan die de staanders optillen en op hun plaats brengen. Waarna de kraan ze heel langzaam laat zakken en op de grond zet. De staander mag daarbij niet uit de strop schieten, dus dat moet heel precies gebeuren. Terwijl ze nog deels aan de kraan hangen en net de grond raken, worden de staanders vastgeschroefd aan de fundering en dan pas helemaal losgemaakt. Alles blijkt precies goed te zijn uitgemeten, want de bouten passen steeds precies in de gaten die daarvoor in de werkplaats al waren gemaakt.
hebben nu drie staanders staan. Deze staander is van het korte begonnetje. En die andere staanders zijn allemaal even lang. Er zitten lippen aan boven. Dat is straks weer voor de aannemer, waardoor hij met zijn houten reling van het hekwerk verder kan. Dus dat hebben we ook vast voorbereid voor hem. En deze staanders of die liggers die naar de gevel gaan, je ziet daar de inkassingen zitten. Die worden in de gevel gelegd, waardoor ze ook dragen, afdragen. En uiteraard worden ze verankerd aan de gevel met lijmankers. Behalve bij die twee, want dat is de laatste inkassing, maar daar komen nog twee staanders te staan. Maar er liggen twee stalen latijen in die gevel en daar kunnen we verder niet in. Dus we gaan gewoon met lijmankers van buitenaf, dus niet in de gevel. Als alle staanders zijn geplaatst en de liggers op hun plek zijn gelegd aan de hand van de tekening, kan de rest van de onderdelen worden geplaatst en staat het balkon. En het staat er voor een flinke tijd. Dat gaat misschien niet een heel mensenleven mee, maar dat gaat er heel lang mee. En dat is een beetje afhankelijk van de weersinvloeden. Of daar mechanische beschadiging aankomt. Nou, in principe komt hier geen mechanische beschadiging tegen. Ik kan me voorstellen als je een fietsbeugel laat galvaniseren en er wordt elke dag een fiets tegen aangemept. Ja, dat op een gegeven moment gaat dat ook beschadigen natuurlijk. Het is een dikke laag die erop zit. Maar het is niet alleen een laag die erop zit. Het is ook een laag die gaat legeren met de onderliggende staal. Dus als je hier een kras in zou maken. Zink roest ook, zinkoxide. Alleen die sluit het achterliggende zink af, zodat het achterliggende zink weer beschermd wordt. Maak je er weer een kras in, krijg je weer zinkoxide. Maar die sluit het dan weer af voor de achterliggende laag. Dit gaat voorlopig niet roesten, nee. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Boulot Metaalbewerking.